Excellente leerlingen van de Erasmusschool, Petrus Donderschool en de Zuidwester kunnen elke zaterdag bijleren op de Escamp University. Wethouder Ingrid van Engelshoven gaf zaterdag het startsein voor deze zaterdaglessen. Ik was een paar jaar geleden met een aantal directeuren uit het Haagse onderwijs, met mensen van de Stichting Brede Buurtschool, op reis naar Amerika. En toen zagen we een school, toen waren we bij een school die werkt met kinderen met veel achterstanden, maar daar wel de universiteit bij betrokken. En die kinderen meenam naar de universiteit en ze uitdaagden die wereld van het hoger onderwijs te leren kennen. En dat was zo ontzettend inspirerend dat we in het vliegtuig terug bedachten van dat gaan we in Den Haag ook doen. Want dat geeft kinderen gewoon extra kansen. En dat is precies wat we hier nu ook doen. Ja, het is natuurlijk een fantastisch project. We hebben met z'n drieën besloten dat de beste leerlingen van onze school een extra programma moet krijgen. Omdat we die kinderen extra willen uitdagen. Dit zijn A-leerlingen, A+, op alle vakgebieden. Dat betekent dat zij school heel makkelijk vinden. En dat ze een extra lessen echt nodig hebben. En dat gaan wij op de zaterdagochtend doen voor deze kinderen met een fantastisch programma. Wij zouden liefst zouden we 100 willen, maar we hebben nu plaats voor 30. En dat is een goed begin. He? Misschien als een subsidie wellicht volgend jaar wat groter is, dat we meer kinderen kunnen aantrekken. Voorlopig zijn het er 30. Het is een mooie groep. Erasmusschool, Petrus Donderschool en de Zuidwester samen. Goed samenwerkingsverband om deze kinderen verder te helpen. Dat de kinderen op zaterdag nog een dag naar school moeten, is voor hun geen straf. Het is best wel leuk, want op school is het meestal dat je bijna nooit extra uitdaging krijgt. Wel eens tussen de lessen door, maar vaak niet. Ik vind het altijd leuk op school, maar soms is het zo van, je weet het al, dus ja. Omdat het leuk is en dan word je nog en dan kan je meer geld verdienen. En dan kan je later een hele grote auto kopen. Nee, dat kan je aan goed toegeven. Ondanks dat de kinderen nog jong zijn, weten ze al precies wat ze later willen. Een dokter of advocaat. Ik wil heel graag afstuderen, ook aan een echte universiteit. En ik wil graag een advocaat worden.